idealiter heb je meer druk op de tegenstander. Maar er stond bij PSV één speler op het middenveld die, als je daar heel veel druk op zet, niet zo heel erg in de war raakt. Dus die vond ik vandaag met afstand de beste man van het veld. Volgens Arne Slot was Joey Veerman de beste man op het veld bij de strijd om de Johan Cruijffschaal. Maar waarom was Veerman zo goed? Dat valt niet helemaal los te zien van zijn rol in het elftal. En die positie voor Veerman, dat is eigenlijk al sinds zijn komst naar PSV een fel punt van discussie. En eigenlijk heeft iedere trainer daar op een andere manier naar gekeken. Roger Smit was de trainer die Veerman naar PSV haalde. En hij gebruikte hem onder meer als halftien. Een beetje hangend vanaf de zijkant, ja, mocht hij naar het centrum bewegen en vanuit daar strooien met zijn passes, combineren met Mario Götze die in die periode nog bij PSV speelde. En Smit dacht, dat is misschien wel zijn beste plek, omdat hij hem verdedigend gezien nog niet altijd betrouwbaar genoeg vond om hem controlerend op het middenveld te zetten, waar hij vaak koos voor de combinatie Guti-Sangaré en dan Veerman in een aanvallendere rol. Nou, toen kwam Ruud van Nistelrooy binnen als trainer voor PSV en die keek ook weer anders naar het dossier Veerman. Eerst ging hij hem gebruiken als controlerende middenvelder, maar toen ze op een gegeven moment in de Champions League een cruciale wedstrijd speelden tegen Rangers, zette hij die Joey Veerman neer als nummer 10. Tot onvrede van Veerman, die na afloop duidelijk te kennen gaf dat volgens hem nummer 10 niet zijn beste positie was en dat hij toch echt het best tot zijn recht kwam als controlerende middenvelder. Nou, toch bleef het husselen met Veerman. Hij kwam weer een beetje controleren te spelen. Hij kwam op een gegeven moment op de bank te zitten na de hervatting van het seizoen. En uiteindelijk kwam hij weer in het elftal als controlerende middenvelder. Soms naast Guti, vaak naast Sangaré. Maar de twijfels rondom Veerman bleven. En toen kwam Peter Bos binnen als nieuwe trainer van PSV. En ook hij keek weer anders naar Veerman. In de eerste wedstrijd die Bos speelde, de eerste oefenwedstrijd die Bos speelde, gebruikte hij Veerman als controlerende middenvelder in een 4-3-3 formatie met de punt naar achter op het middenveld. Dus Veerman was de enige controleur op het middenveld van PSV, waar eerdere trainers eigenlijk al de vraag stelden, ja, kan hij wel spelen als één van de twee controleurs? Zette Bos hem neer als enige controleur. Nou, daar gebeurde wat je eigenlijk wel een beetje kon voorspellen. Dat ging niet helemaal goed. Al redelijk vroeg in de wedstrijd raakte Veerman op een plek de bal kwijt. Ja, waar je de bal als enige controleur niet kwijt mag raken, die bal vloog erin en Bos, ja, moest toch bij zichzelf te raden gaan van, ja, is dit nou het beste idee om daar Veerman neer te zetten? En Bos kwam uiteindelijk tot de conclusie dat Veerman niet optimaal tot zijn recht kwam als enige controleur op het middenveld. Daar zette hij Ibrahim Sangaré neer en op die manier creëerde hij een rol voor Veerman bij PSV die wel verdacht veel lijkt op de manier waarop Frenkie de Jong momenteel gebruikt wordt bij Barcelona. En hoe die rol exact werkt, dat gaan we natuurlijk laten zien aan de hand van beelden. Nou, hier zien we de beelden van PSV in de Johan Cruijffschaal tegen Feyenoord. En dan zie je wat de startpositie eigenlijk is van Veerman op het veld. Dus hier speelt Veerman duidelijk als aanvallende middenvelder met naast hem Babadi als tweede aanvallende middenvelder en Sangaré in de punt naar achter op het middenveld. En dit is dus duidelijk de veldbezetting van PSV bij het begin van een aanval, maar dat is zeker niet hoe PSV blijft staan. Want Veerman krijgt op een gegeven moment heel veel ruimte om, ja, vanuit deze positie te gaan bewegen naar posities waar, ja, hij zich comfortabel voelt, waar hij zich lekker voelt op het veld. Dus hier heeft hij nog de bal als aanvallende middenvelder. Maar in de volgende beelden zien we dat Veerman op, ja, totaal andere posities begint op te duiken. Hier zien we dat al een keer gebeuren. Dus PSV is aan het opbouwen. We zien hier Ramaljo, Boskakli, de twee centrale verdedigers. Teese is al iets opgeschoven. En zeker Patrick van Aanholt, de linksback. Ja, die gaat altijd ver naar voren. Mede ook omdat Lang vaak een beetje hangend speelt vanuit die zijkant. Komt Patrick van Aanholt als back veel op. En dat schept de ruimte voor Veerman, ja, om in die zone links achterin af te schermen. Dat is ook wel grappig. We zien hier ook alweer dat de trainer van Feyenoord, Arne Slot, dat hij ook alweer bezig is met wijzen. Oké, iemand moet Veerman opvangen. En dat is direct, ja, het tactische probleem waar Feyenoord in deze wedstrijd mee geconfronteerd wordt. Want de vraag is vooral, ja, als Veerman begint te zwerven, hoe lang ga jij dan als Mats Wiever, wat dan in principe de directe tegenstander van Veerman is, hoe lang ga je met hem mee? Hoe lang ga je achter hem aan? Nou, als we hem hier door laten lopen, dan zien we dus dat Wiever doorgaat in eerste instantie nog helemaal
op Veerman. Nou, die raakt er niet van in paniek. En Kaas meteen weer op Boskakli, die dan vervolgens naar voren kan gaan spelen. En ja, en dat is het spelletje wat PSV probeert te creëren op het veld. Zodra Veerman begint te zwerven, ja, moet Feyenoord daarop reageren. En is de vraag, ja, wat ga je doen op het moment dat Veerman begint met bewegen? Nou, in een volgend fragment zien we dat op het moment dat Veerman uitzakt, niet altijd Wiever meer meegaat. Die Wiever is hier zelfs even helemaal niet in beeld te zien. En dan moet in dat geval andere spelers van Feyenoord, dus in dit geval de twee voorwaartsen, die moeten erop reageren, helemaal richting de bal kantelen. En je ziet ook weer dat Veerman daar eigenlijk al op anticipeert. Die gaat letterlijk met zijn voet op de bal staan om nog even extra die druk uit te nodigen, zodat er aan de andere kant van het veld meer ruimte gaat ontstaan voor zijn ploeggenoot. En dat laat ook wel zien dat hij totaal niet onder de indruk is eigenlijk van spelers die hem onder druk zetten. Wat in dit geval zelfs twee zijn. Nou ja, hier gaat op een gegeven moment PSV het spel verplaatsen. En dat betekent dat die spelers aan de rechterkant meer ruimte gaan krijgen door het gezwerf van Veerman. Nou, hier zien we weer hetzelfde gebeuren. Dus Veerman die links uitzakt. Je ziet hier alweer Wiever reageren. En wat ook wel interessant is, is dat je hier Seruki. Dus dat laat wel zien dat heel Feyenoord ermee bezig is. We zagen net Slot al coachen. Je ziet hier ook Seruki coachen van wanneer moet je meegaan, wanneer moet je niet meegaan als Wiever zijnde. En Sangaré die bezet gewoon de positie voor die twee centrale verdedigers, waardoor de organisatie bij balverlies oké blijft bij PSV. Dus er zijn ook anderen die mogelijk maken dat Veerman veel kan gaan zwerven. Nou, wat kan het effect zijn van dat Wiever meegaat? Dat zie je mooi gebeuren in deze situatie. Wiever die stapt door en dan zie je al dat in de rug van Wiever, die in dit geval dus meegegaan is met Veerman, wie duikt daarop? Noah Lang, die het natuurlijk lekker vindt om vanaf links naar die teampositie te komen. En dat betekent dat in dit geval Seruki, we zagen net nog van het die coachen, dat hij nu eigenlijk in een 2-tegen-1 situatie staat tegenover Lang en Babadi daar op het middenveld. Dus op het moment dat Feyenoord hierop gaat reageren, ja, dan creëert PSV ruimtes in de rug waar dan Lang van kan profiteren. Dan krijg je hier Lang vrij tussen de linies. Nou, dit zijn wat posities waar je Veerman verwacht, maar soms duikt Veerman ook op posities waar je minder verwacht. En in dit geval zien we hem dus zelfs helemaal rechts van de twee centrale verdedigers uitzakken. Nou, de organisatie blijft dan in essentie een beetje hetzelfde. Dus je hebt nog steeds Romaglio, Boskakli en dan Sangaré daarvoor. Alleen je ziet wel dat er nu nog meer vertwijfeling eigenlijk optreedt bij Mats Wiever. Je ziet hem hier. Die komt nog meer in een situatie van ga jij helemaal hier erachteraan richting Veerman? Is natuurlijk een gigantisch eind. Ja, moet op een gegeven moment eigenlijk iemand anders het oplossen. Alleen de vraag is dan, wie moet dat oplossen? En stel dat bijvoorbeeld Kelvin Stengs in dit geval besluit, ik ga in de richting van Veerman bewegen. Ja, dan komt in zijn rug weer Sangaré vrij. Dus je ziet dat eigenlijk het zwerven van Veerman, dat het een soort van domino-effect creëert in het Feyenoord-team, omdat iedereen keuzes moet maken van wie gaat er achteraan, wie gaat er niet achteraan, waar ontstaan ruimtes en voor wie zijn die ruimtes dan? En dat ontstaat dus nog extra op het moment dat Veerman zelfs helemaal naar de rechterkant van het veld begint uit te zakken. En je ziet hier ook alweer gebeuren dat uiteindelijk gaat Wiever er toch maar achteraan. En dan is weer de vraag, wat gebeurt hier dan in de rug? We zien ook alweer Seruki bij Babadi, dus dat betekent dat als hier Lang begint te zwerven, dat eventueel de vrije man kan worden bij PSV op het middenveld. En dat begint dus allemaal met Veerman die erg aan het zwerven slaat en op die manier Feyenoord voor tactische keuzes stelt in het veld. Nou, en soms kan Veerman ook nog, we zagen hem net eigenlijk vanaf hier beginnen. Hij komt hier in dit geval zelfs tussen de centrale verdedigers. Ook wel opvallend dat Noah Lang hier in dit geval zelfs helemaal naar de rechterflank is uitgeweken. Dus er zit best wel veel beweging in bij PSV. En je ziet hier ook alweer de situatie ontstaan als we weer teruggaan naar Mats Wiever, die het echt lastig had in deze wedstrijd. Ja, die is ook maar ergens op een gegeven moment beland op het veld. En die afstand richting Veerman is op een gegeven moment
te groot om door te dekken. Maar de twee spitsen van Feyenoord, ja, wat in dit geval Timber als vooruitgeschoven speler. En ik denk dat in dit geval dat je Partsao hier ziet. Ja, die vinden het dan moeilijk om in te schatten wie gaat waar druk zetten op welk moment. En zo zorgt eigenlijk het gezwerf van Veerman ervoor, ja, dat PSV continu onder de druk van Feyenoord uit kan spelen. En als Feyenoord eigenlijk niet een antwoord heeft, je zit hier ook alweer aan het wijzen op, hé, daar komt iemand vrij, gaan jullie die dekken? Ja, het zorgt gewoon voor veel ruis in het elftal van Feyenoord, dat eigenlijk voortdurend onze grote vriend Joey Veerman onderweg is, in beweging is en op die manier ruimtes creëert voor ploeggenoten. En ook hier eindigt Veerman uiteindelijk weer rechts van de twee centrale verdedigers, Boskakli en Ramaljo. En, ja, en dat laat wel zien, ja, hoe groot gedeelte van het veld hij bestrijkt en hoe lastig dat is voor Feyenoord om dat op een tactische manier op te gaan lossen. In de eerste wedstrijd van het seizoen werkte deze tactiek met Veerman dus heel erg goed voor PSV, omdat Feyenoord nog geen antwoord daarop had. En tegelijkertijd kun je natuurlijk wel de vraag stellen, ja, of dat zo gaat blijven in de rest van het seizoen, als tegenstanders deze beelden gaan bekijken, een beetje weten wat ze van Veerman kunnen gaan verwachten en daar misschien antwoorden op kunnen gaan vinden. Want dan kan het misschien ook juist, ja, een nadeel worden voor PSV, omdat de organisatie achter de bal, ja, dat dan soms een beetje kwetsbaar kan zijn als jij alleen maar twee centrale verdedigers en Veerman hebt om counters te gaan stoppen. En dan kan misschien juist die rol van Veerman, wat op dit moment een groot voordeel is voor PSV, een nadeel gaan worden voor PSV. Maar vooralsnog werkt het als een trein en blinkt Veerman uit in een rol die heel erg lijkt op de rol die Frenkie de Jong heeft bij Barcelona. Die ook iedere keer links aanvallend begint, maar dan heel veel vrijheid heeft, ja, om over het veld te zwerven. En de andere spelers bij Barcelona, ja, moeten hun positie aanpassen aan Frenkie de Jong, zoals dat nu gebeurt met Veerman bij PSV. En het zorgt er in ieder geval voor dat Veerman weer voetbalt met een brede glimlach op zijn gezicht.